Ten eerste, heren, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Regent. En we hebben een soort van een vrije dag, behalve dit interview. Dus dat is ook wel, is wel relaxed eigenlijk. Dat is ook wel fijn. Ja. Okay. Nou, voordat ik het nieuwe album wil induiken, wil ik even terug naar de vorige plaat, Battle Plan. Mm-hmm. In een vorige interview met jullie, dat waren niet jullie twee, maar twee andere bandleden. Weet je nog wie dat waren? Hoe zagen ze eruit? De percussionist was het, dus Chris, ja, geloof ik. Okay. En een kale gast of zo, Jeroen. Ja. Zou dat kunnen? Ja, dat zou wel kunnen, ja. Was dat op Lowlands? Ja. Nou, dan gaan we even terugkijken. Nee, maar er werd hier gezegd, want er werd gevraagd naar Battle Plan. En ja. Dat was een beetje jullie strijdplan ook, om Nederland te gaan veroveren. Zo werd dat verteld. Dus in hoeverre is dat gelukt, volgens jullie? In die periode is het wel aardig gelukt. We hebben bijna alle festivals gezien die we hadden willen zien. Ja, volgens mij was dat 2016 of zo, dat vorige interview. Ja, dat denk ik. We hebben toen best wel veel gedaan. Volgens mij was dat voor Lowlands dat zij geïnterviewd werden. Ja. Ja, toen hebben we een legendarische show gespeeld op Lowlands. Maar dat is ook alweer 2 jaar geleden. En ik denk wel dat inmiddels... dat we inmiddels wel alle uithoeken van Nederland wel zo'n beetje in kaart hebben gebracht. Hmm. Vanaf het diepe zuiden tot het hoge noorden. En west naar oost. Ja, het is wel aardig. Ik denk dat het wel aardig is gelukt. Okay. Veel mensen aan ons weten te binden in de tussentijd ook, dus dat is mooi. Ja, 2 dingen waar ik even op in wil gaan. Je noemt, het was een hele vette show. Wat maakte die show zo goed? Ja. Ja, Lowlands is een legendarisch festival. De India, dat was echt een topspot. Of tenminste, vooraf een beetje goede kriebels, want we moesten concurreren met een van de headliners van Lowlands, Muse. Die in, wat was het? De Alfa. Stonden we aan de Alfa, ja. En wij stonden gewoon tegelijkertijd. En dus vooraf was iedereen van, nou ja, Geller Street, ja, wel een gezellig blazersclubje. Maar iedereen gaat toch wel naar die knakkers van Muse. Maar uiteindelijk hadden wij wel die hele tent volgetrokken. Iets van, dat moet meer dan 4000 man zijn geweest. 6000, ik weet het eigenlijk niet. Maar het waren in ieder geval heel veel. Hmm. En men wou wel, dus dat ging. En het was hartstikke leuk. Okay. Daarna van het podium af en elkaar even goed in de ogen aangekeken. Van nou, dat hebben we weer goed gedaan met z'n allen. Maar je noemt al een interessant punt ook. Want je zegt van, dat blazersclubje. Zo kunnen mensen over je denken. Jullie zijn natuurlijk vrij eclectisch in wat jullie doen. Ja. Maar is het moeilijk om tegen zoiets op te boksen? Dat mensen een bepaald beeld van jullie hebben? Van wat jullie zijn en doen? Nou ja, veel mensen verwachten altijd een soort New Orleans Brass Band. Mm. En voordat we gaan spelen en als we aan het soundchecken zijn, dan zie je mensen op een festivalterrein altijd een beetje argwanend kijken. Komt er nou een polka band of, of een brass band uit New Orleans. En als we dan eenmaal gaan spelen en we brengen onze eclectische sound, dan is iedereen altijd wel helemaal verkocht. Dan staat men te springen. Dus ik denk dat het niet heel moeilijk is om op te boksen tegen andere acts. Hmm. Omdat we weten dat mensen, de mensen die er staan, dat we die altijd weten om te kunnen, hoe zeg je dat? Om te kunnen baptizen. je bent helemaal in de heren opeens. Ja, helemaal goed. Maar dat vind ik wel een interessant punt, want is dat dan ook de benadering bijvoorbeeld bij dat soort festivals die wat breder georiënteerd zijn om zoveel mogelijk zieltjes te winnen om door te gaan met voor? Ja, wel eigenlijk. Of tenminste, ik weet niet. We zijn apart genoeg ook wel in die met dat we zijn niet per se mainstream. We zijn absoluut geen mainstream act of zo, dus we hoeven ook we hebben geen grote hits. En de hele, we verdienen als werkende muzikanten ook nauwelijks echt genoeg aan Gallow Street, weet je wel. Dus we moeten sowieso allemaal dingen ernaast doen. Dus het is gewoon wel dat die Gallow Street als entiteit blijft bij elkaar, omdat we het gewoon heel erg leuk hebben met elkaar.
En dat, dat leuk hebben met elkaar, dat willen we ook gewoon delen met dat publiek of zo, weet je wel. Want dan creëer je best wel, wel echt sympathie. Ja, echt sympathie, maar ook wel echt magische shows of zo, weet je wel. Die, nou, bijvoorbeeld die Lowlands show, maar dit jaar stonden we in de Paradiso, wat uitverkocht was met ons eigen festival. En wat was het? Niet vorig weekend, het weekend daarvoor in Skatecafé, wat ook uitverkocht was. En merkte je gewoon een soort van totale wederzijdse toewijding. Een soort van liefdesverklaring van helemaal van we gaan met z'n allen op dit moment voor die euforie. En ja, het is echt een soort van overgave aan elkaar. En dat is echt een, dat is heel erg verslavend ook wel. Zo, ik weet niet, het geeft echt een enorme kick. Oké, want ik kan me voorstellen, nou ja, je geeft het zelf ook al een beetje. Ja, je hebt alle uithoeken van Nederland gezien en toch blijft het moeilijk om een soort van ervan te kunnen leven. Of ja. Dus die passie, die drive, dat, is dat wat je net beschrijft? Dat het gewoon leuk is met elkaar en dat dat genoeg is om hiermee door te gaan? Of ligt de ambitie wel hoger? Ja, ik denk dat je met elke band of project waarin zit, dat je altijd een soort van groei hebt, weet je wel, en dat je steeds groter wilt, maar ik denk dat de belangrijkste van wat het uiteindelijk tot een succes maakt, is niet het financiële gewin, maar is meer dat je gewoon het feit dat je bij elkaar blijft en dat je onderdeel bent van iets of zo, weet je wel, dat je onderdeel bent van een band, iets wat jou wat het allemaal een beetje een soort van richting geeft of zo, weet je wel, dat je denkt van ik per week zie ik die groep gasten soort van, nou, ik speel met Lucas ook nog in andere bands, zie je elkaar zoveel. Ja. En dan ben je, naast dat je vrienden bent, ben je ook soort van collega's en alles. Soort van dat je voelt dat je het samen doet of zo. Dat onderdeel zijn van iets. En dat is, hoi. dat is wat het de moeite waard maakt. En dat is wat het ook leuk houdt, weet je wel. En dat zorgt er ook voor, weet je, als dat allemaal goed zit, die onderlinge dynamiek, dan, ja, je gaat steeds groter, maar dan is dat niet, weet je wel, dat is niet de voorwaarde, dat is niet het doel. Het is meer omdat je gewoon, omdat er zoveel gezamenlijke positieve energie in zit, of zo. En dan gaat het, of zo. Ja, ik vind het wel leuk. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 6 jaar nu. Ja, hoe lang zit je al bij Gallow Street? Ik weet niet. 2000 en... Maar ik noem gewoon het geboortejaar van Gallow Street. Ja, Gallow Street is 2012. Ja. Want zoals je aangeeft, dan, jullie brengen heel veel tijd met elkaar door. Begin ik bij jou, Lucas. Wat is één ding dat je van Dirk hebt geleerd over de laatste jaren? Misschien muzikaal, misschien persoonlijk. Ik denk dat het is dat muziek niet altijd hoeft te gaan over om technisch goed te zijn of zo. Dat je dat lol overbrengen naar het publiek, dat het vaak een meerwaarde heeft. In het begin was ik wel bezig met van speel ik wel goed genoeg of zo. Maar ja, met Gallow Street maakt het niet echt uit hoe goed je speelt. Zolang je maar wel gewoon je partijen kan spelen en lol kan hebben op het podium. En dat kan uitstralen bij het publiek. Ja. In het begin was het dan ben je iets meer bezig. Ook veel mensen die net zo begonnen bij Gallow Street, die kwamen van het conservatorium. En die hadden zoiets van, speel ik wel een goede solo of zo. Of speel ik wel de juiste noten. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Zolang je maar een bepaalde intentie doet allemaal. Ja. En andersom, is iets wat jij... Sinds dat Lucas erbij bent gekomen, ik ben heel erg... Waar ik bij Lucas heel erg van onder de indruk ben, is dat hij is sowieso een stuk jonger. Je bent jonger, 5 jaar jonger of zo. Toen hij net bij de band kwam, was hij nog echt een tiener.
En, maar die zat er gewoon vol in, weet je wel. Gewoon, die man zit, in de, zit nog, nog steeds ook in de bandbus, maar ook in het vliegtuig gewoon beats te maken. En dan zit, zit hij er helemaal in en denk ik van wauw, weet je. Ik vind het gewoon super vet hoe... want hij brengt een soort van... een tune van het laatste album is door hem geproduceerd. En dan niet in de zin van, weet je wel, ik heb dat allemaal gearrangeerd en noten uitgeschreven en shit. Maar gewoon, hij heeft gewoon in Ableton een vette beat gemaakt. En wij gaan er allemaal naar luisteren en dan herinterpreteren we dat. En dat, ja, ik weet niet, die benadering of op die manier als een soort van producer naar muziek luisteren. Wat Lucas gewoon heel erg goed doet, daar heb ik wel veel van missen. Waardeer daarom zijn inbreng daarin heel erg veel en enorm. En ja man, dat is een soort van een ander perspectief op de muziek. Ja, als we nou richting het album gaan, welke track was dit? Strings of Love. Strings of Love. Dus, door de Limburgers wordt hij ook wel Strings à la genoemd. Maar waar begint zo'n nummer dan voor jou? Zit je gewoon een beetje... Ik maak eerst een, ik heb een zo'n soort NPC, maar dan speel ik daar een drum in, een drumpatroon. En dan speel ik daar aan, heb ik een paar blazersounds bijvoorbeeld, en dan speel ik mijn keyboards, ook akkoorden of melodieën. En dan komt er een baslijn bij kijken en dan maak ik een beetje een arrangement. En dan op een gegeven moment kwamen die jongens een keer langs in de studio. Mijn reclameklussen doen. Mm-hmm. Toen hebben ze al die synthpartijen, waren het eigenlijk, hebben ze vervangen door blazerspartijen. Okay. Dat was eigenlijk best wel leuk om dit met de brass band te doen. Strings of Love, dus je maakt zo'n beat en dan... is het dan moeilijk om dat los te laten en de band erop, zeg maar, dat de band zegt van, nou, dit vind ik niet heel leuk, maar hier gaan we deze kant op? Of hoe werkt zoiets? Ik kan me best voorstellen dat als mensen heel veel dingen willen aanpassen, dat het dan best wel lastig is als je aan gehecht bent. Mm-hmm. Maar in dit geval was het eigenlijk, ik had al best wel een heel arrangement. En dat hebben ze gewoon letterlijk nagespeeld. Okay. Behalve dan dat er aan het einde is er nog een solo van Luc op trompet aan vastgeplakt. Dat eigenlijk het nummer juist veel rijker maakt. Mm. Dus ik had helemaal geen moeite met het loslaten. Ik vind het juist leuk om dingen los te laten. Mm. Ik heb, op een gegeven moment ben je aan het werken aan zo'n ding en dan ga je het even mixen. En dan heb je het zo vaak gehoord dat je denkt van, weet je, laat maar. Jongens, doe er wat mee. Ja, eerlijk. Hier. Ja. En is dat ook een beetje, nou, ik kan me herinneren van dat vorige interview dat jullie een redelijk collectief schrijfproces hebben. Ja. Dus was dat bij de tweede plaat ook weer de insteek van laten we met z'n allen, met zoveel mogelijk in ieder geval bij elkaar komen? En... Ja, natuurlijk is dat altijd wel je ambitie, maar ja, wat ik net ook al aangeef, iedereen zit anders qua zijn verplichtingen en ook zijn andere werkzaamheden. Dus tijd om zeg maar om 12 man bij elkaar te brengen is echt, dat lukt heel soms, echt maar heel zelden. Maar de momenten dat het bij elkaar is, dan is het dan voornamelijk, dan moet je eigenlijk al zorgen dat de tracks waar je aan wil werken, dat die al grotendeels staan of dat je daar al goede opnames van hebt ofzo, zodat iedereen weet van oké, doe jij even dit, doe jij even dat. Vervolgens werk je dan met al die secties, dat zijn er wel vier, die dan even onderling 1-2'tjes doen en zo min mogelijk van de collectieve repetitietijd proberen af te snoepen. Om zo snel mogelijk even te kunnen doorpakken van, weet je, dit is wat het moet zijn. Maar daarom vooraf gaat een heel lang traject van gezellige clubjes. Dat is Gallow Street, is eigenlijk allemaal gezellige clubjes. Dan heb je de trombones of Gallow Street, de trumpets of Gallow Street. Dat slaat natuurlijk op de secties, maar dan zit er ook nog een onderverdeling eigenlijk op het eerste oog nergens op slaat. Maar dus weet je wel, oh, dat zijn die en die van Gallow Street. Ja. En dat zijn die en die van Gallow Street. Hele aparte clubjes of samenstellingen, want weet je wel, je kan binnen zo'n gezelschap van 12 mannen kan je natuurlijk allerlei verschillende samenstellingen maken. Ja. Er zitten eigenlijk 6 bands in 1, als je het even zou willen, weet je wel. Hmm.
En gaat het dan ook om elkaar uitdagen, zeg maar? Ja. Bijvoorbeeld iemand met een trompet bij Chris percussie inzetten om daar wat uit te halen of in die zin? Ja, het is gewoon, ik weet niet, keer op keer dan begint het eigenlijk vaak zorgen dat zo'n skelet van zo'n track best wel goed staat of zo. Dan begint dat met een riffje en een goed melodietje. En als dat goed met elkaar matcht met een goede beat, dan heb je iets waarmee je kan werken. En dat gaat dan vergeerd als eigenlijk als een uitgangspunt waar je de rest van de track soort van uit voor zou moeten vloeien. Er was één track op die vorige plaat, Hattori. Hmm. En die hebben we echt in één repetitie soort van, die ook niet met de complete bezetting, maar in één adem soort van. En toen was hij daar opeens. En laatst hadden we dat ook met een repetitie, gingen we buiten repeteren bij Skatecafé. In het zonnetje. Wat echt vet nice was. En toen, twee repetities daarvoor, zat ik met twee trombonisten en de drummer. En toen hadden we al een soort van, en toen dacht ik van, we hebben dit, weet je wel. Zullen we dit proberen? Of laten luisteren? En nou, iedereen pakt dat gewoon heel snel op. Ja, we beginnen gewoon dit en dit en dit. En een paar uur later, weet je wel, iets wat er daarvoor nog helemaal niet was, was er gewoon opeens. En dat is wel, dat is iets heel anders dan wanneer je dat helemaal van tevoren gaat uitcomponeren en uitarrangeren of zo. Dat maakt die zo'n, weet je wel, we nemen alles dan op met een simpele iPhone. Een iPhone-opname en je luistert ernaar, dan denk je echt van wow, weet je wel, dit was er gewoon eerst nog niet. En dat is echt, eigenlijk voor mij is dat, vind ik dat een van de grootste kick van muziek maken, is dat je dan opeens iets hebt wat nog niemand heeft gehoord, weet je wel. Echt iets unieks.